Guys, vandaag is 1 mei. Ik was sinds vanmorgen moe om te vloggen, want ik zou wezen wat ik allemaal klaar heb gemaakt. Ik heb vandaag bruine bonen, mixed witte bonen gemaakt met worstjes en rookworst. En sambal goreng liver en dappertjes. En gestoofd kip. Het was een ongeplande trip naar een privéplek hier op Achterzanderij, waar we altijd komen. En ik ben aan het uitrusten en kijk mijn kleindochter die slaapt. En ik heb twee fans weer ontmoet bij de woningbeurs. En gelijk binnen heeft ja, een Hindustaanse dame met een kind bij zich. Ze zei, hey, ik volg je op YouTube. Ik zei van, dankjewel voor het volgen. En dat je spontaan naar me toe ging. En zeg dat je mij volgt of zo. Dankjewel, schat. En ook voor die dame. Ik had spijt dat ik geen foto met je heb gemaakt. Echt, ik wou eigenlijk foto met je maken die... Iedereen die me komt roepen dat je een fan van me bent. En ja, ik heb met die tweede fan van me, heb ik wel foto gemaakt. Dat ga je ook zien op mijn video. Waar ik de woningbeursflits heb gezet. En ja, we maken het gewoon gezellig nu bij... privé plek hier achter Sandré. Ja, en ik zit daar relaxen, guys. En dat is 1 mei, Brocco Monday. Free day for us. En we hebben het echt benut. Dus letterlijk ben ik gelukkig, heb ik je buiten gezet, guys. En ja, plotseling kwam mijn zwager en zei: hey, laten we gaan zwemmen. En dat ben ik serieus. En die body snel. Ik heb 1,5 uur gekookt. Echt even serieus. Alles is blikjes waar. Behalve die kip. Dus gestoofd kip, sambal goreng liver, dappertjes. En witte en bruine bonen. Mix met worstjes en rookworst. En het is een gezellige trip geworden. En ja, morgen is weer werkdag. En ik sluit mijn vlog af. Ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten van enkele flitsen van deze vlog. Ja. En tot de volgende video, guys. Bye! Look. Bye. Hi guys, ik ben terug met een andere video. En waar zijn we nu? Waar zijn we? McDonald's! En wat heb je gehad van oma? Een ballon met lichtjes. En weet je wat die ballon kost, guys? 200 SRD voor zo'n ballon. Nee, god. Als het niet aan mijn kleindochter was, nooit meer voorbij. Maar goed. We zijn hier bij McDonald's, we gaan even lekker eten. Want we hebben honger, we komen van de woningbeurs. Ja, dit keer hebben ze niet echt zoveel bedrijven, vind ik hoor. Maar wel goede aanbiedingen voor huisvesting. Ja, privaat woning voor de mensen die minder verdienen. Kunnen een aanmerking kopen voor een huis van $20.000. En dat is één kamerwoning hoor mensen. Verwacht geen twee of drie kamerwoning. Eén kamerwoning, prefab. En ja, als u mijn vlog volgt, dan kunt u enkele beelden zien. Wat ik allemaal heb gefilmd. En ja, stay tuned for my another vlogie.
Thank you.